Ons onderzoek blijkt dat u op de derde plek staat van alle parlementariërs die dit jaar getwitterd heeft tijdens vraaguurtjes. Daar ben ik dan heel benieuwd naar, maar ik twitter veel. Meneer Omtzigt, u staat tweede op het lijstje van mensen die twitteren tijdens lesuren. Nou, zo grappig is dat niet. We staan hier met de nummer 1 van het lijstje Twitter onder schooltijd. Het is mevrouw Voortman van GroenLinks. Gefeliciteerd, u staat op 1. Ik sta op 1 bij twitteren. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja, op twitteren tijdens schooltijden betekent namelijk dat je tijdens het vragenuurtje het meeste twittert van iedereen. Ik twitter op de momenten dat ik niet aan het debatteren ben. Voor mij is Twitter ook een manier om te communiceren over de zaken waar ik mee bezig ben. Ja, begrijp ik wel, maar tijdens het vragenuurtje staat u op nummer 2 van degene die het meeste twittert. Ja, als ik niet aan het woord ben, kan ik toch communiceren waar ik mee bezig ben. Dan moet u niet het gouden neel van die anderen dan beluisteren. Dat kan ik ook beluisteren. U kunt twee dingen tegelijk. Ja. U twittert ook heel veel over uw poes. Ja, maar mijn poes heeft gewoon een mening. En dat is natuurlijk ook gewoon een stukje van mezelf. Poont heeft een groot Twitter-onderzoek gedaan. En we moeten u feliciteren, van harte. Oh ja? U was de eerste. Waar was ik de eerste mee? Ja, ik zeg dan net dat we een Twitter-onderzoek doen. Ja. Met Twitter. Ja. En wat ga je dan vragen aan mij? Of wat heb je gedaan? Ik heb u net gefeliciteerd dat u de eerste van het hele parlement was die op Twitter zat. Nee, was dat zo? Ja, 23 juni 2008. Echt waar? Nou. Van harte. Nou, bedankt. Ja, meer was het niet hoor. Er zijn twee Bram van Noox op Twitter. Eén ben ik echt. En hoeveel volgers heeft die? Ik heb er denk ik, weet ik niet, iets van ruim 4000. 4500. Is dat niet veel? Nee, is helemaal niks. Nee? 15.000 is helemaal niks voor zo'n belangrijk man als u. Nou ja, laat dan meer mensen mij volgen. Wat is uw Twitternaam dan? Sybrand Buma, die lijkt heel erg op me. Jongen. En dan mag af en toe ook een stukje privé in staan. En mijn poes heeft af en toe ook nog een politieke mening. Ja, dat zie je vaak toch, hè, met mensen in de politiek, dat ze zo'n politiek georiënteerde poes hebben. Tuurlijk. Maar goed, in ieder geval, hoe gaat het met de poes? Hij gaat goed. Nu blijkt dat GroenLinks het meest met elkaar twittert, als club. Jullie praten het meeste met elkaar. Is dat ook misschien wel die navelstaarderige houding die jullie hebben in de partij? Nou, dat denk ik niet. Wat het geval is dat GroenLinks ook een van de actiefste partijen is als het gaat om twitteren. Ja, met z'n allen vieren. Ik heb aardig wat volgers en van de achterbaan hoor ik meestal positieve geluiden. Ja, maar dat ze natuurlijk geïnteresseerd zijn in die poes. Sommigen zijn heel geïnteresseerd in de poes, anderen zijn wel eens wat kritischer op de poes. Maar het is toch, en wie het niet wil volgen, zeg ik, die volgt mij niet. Dan is de oplossing simpel.